Vergiftiging. Zo op het eerste gezicht snelwerkend. Meer kan ik je nou niet zeggen. Bravo, dokter. Hij was bekend bij het personeel, maar ze weten niet hoe die heet. En meer kun jij nu niet zeggen? Hij zat hier vaker met een vrouw. Bravo, inspecteur. Je hoort toch van me de kok. Zat hij vandaag ook met een vrouw? Nou, zij er geloof van wel, maar hij zat er al voordat de dienst begon. Je had er een dienst voor haar? Ja, daar wordt aan gewerkt. Nou, magere oogst. Sleutelbosje, een portable telefoon. Portefeuille met precies 100 gulden en 5 visitekaartjes. Andersen adviezen. Oh, Andersen, directeur. 06 nummer. Adviezen, wat voor adviezen? Geen idee. Geen rijbewijs, identificatie. Geen O. Andersen in het telefoonboek. Is erg anoniem. Is een melding dat het 2 uur is, verder niks. Volgens de PTT staat dat 06-nummer op dit adres, in Oost. Dank je, Vera. Recherche. De kok met COCK, dit is mijn collega Fredder. Woont hier een Oscar Andersen? Soms. Zo soms? Nou, het is hier een pension, hè? Hij is hier gast. Mogen wij even binnenkomen? Heeft meneer Andersen familie? Nee, geen familie. Kind nog kraai. Hoezo? Goedemorgen. Oh. Ja, voor mij is het nog morgen. Oh, bedankt, mevrouw Koster. Het was een verrassing. Een van mijn gasten. Hoeveel kamers verhuurt u? 4 en 5 gasten. Maar... Mevrouw Koster, we zijn hier omdat meneer Andersen vanmorgen is overleden. Nee. Mogelijk vergiftigd. Vergiftigd? Hoe is dat gegaan dan? Het onderzoek loopt nog. Mogen wij zijn kamer even zien? Wat deed meneer Andersen voor de kost? Geen idee. Ik vroeg niks en hij vertelde niks. Ongezellig. Makkelijk. Beter dan zo'n zaal vol zieken. Boodschappen doen alleen al is al een dagtaak. Vandaag ook weer, de hele ochtend was ik ermee kwijt. Beetje onpersoonlijk. Had meneer Andersen ergens een kantoor of zo? Bij mij weten niet, nee. Nog iets van een financiële administratie? Weet ik niet. Bij mij betaalde hij altijd cash. Maar hij was soms weken weg, dan was hij naar het buitenland. Misschien dat hij daar zijn spullen had. U bent alleen? U werkt hier alleen? Ja. Ja, ik heb met niemand iets te maken. Hoe moet dat nou met de begrafenis? Dus deze hebben alle drie een contactadvertentie gezet. Had de dame zelf tegelijkertijd aan de hand, hè?
Etentjes, bloemetjes, cadeautjes, allemaal precies bijgehouden. Vreemde hobby. Ja, nou, leuk. Niks hobby. Dit ziet daar als werk. Zo'n een broodwinning. Zwendel. Het hoeft niet meteen een zwendel laten zijn. Nee, wat dan wel? Weet ik veel, een rokkenjager of zo. Ja, of een gigolo. Over Andersen zelf, geen informatie. Zoek eens uit of hij een bankkluisje heeft. Weer een tijdmelding. Het is 4 uur. Kopen we hier naar voren? Of meneer Andersen geen horloge of zo? Bestel jij deze 3 dames op het bureau, wil je? Misschien kunnen zij ons meer vertellen. Weer over de poes, hè? Die buurvrouw verzint me wat. Ik heb ze echt de hele week binnengehouden. Nee, nee, mevrouw Van Eyck. Het gaat over meneer Andersen. Oscar? U kent hem? Jazeker. Wat is uw relatie met meneer Andersen? We zijn bevriend. We spreken af in de stad. Hij komt ook wel eens bij ons eten. Ik woon met mijn moeder. Waarom? Wat doet meneer Andersen voor de kost? Iets met zaken. Niet zelf. Hij geeft adviezen. Adviseur. Hartstikke druk. Steeds gaat de telefoon als we ergens zitten. En hij is veel in het buitenland. Hij is veel weg. Klopt het dat u hem hebt leren kennen via een contactadvertentie? Zelfs mijn moeder weet dat niet. Wat is nou eigenlijk aan de hand? Nee, anders is vanmiddag overleden. Overleden? Nee. Waar? Op het terras op het Amstelveld. Oh nee, wat vreselijk. Daar heb ik ook wel eens met hem gezeten. Zat u vandaag ook op het terras daar? Nee. Ik was de hele dag thuis bij moeder. Heeft u ook een zakelijke band met meneer Andersen? Nee. Nooit eens met geld of zo? Nee. Nou ja, ik heb hem wel eens wat geleend als hij weer krap zat, maar nee. Oscar. Bingo. Ik zit in het geheugen van de berichtenservice van de PTT. Fijn voor je. Ik heb alle boodschappen en voicemails van Andersen van de afgelopen 48 uur. Kan dat? Absoluut niet. Ik heb een vriendje bij de PTT. Hij liet zich steeds de juiste tijd doorbellen. Er staat ook echt bericht op. Oscar met Lydia. Zonder tegenbericht zie ik jou woensdag op het Amstelveld om 1 uur. Lydia. Is die dame al binnen? Lydia is de voornaam, de Vos van Nimwegen is de achternaam. Ja, ja. Regisseur de Kok, goed zo. Gijs loopt even met u mee. Gijs. Doet u geen moeite, zo gauw verdwaal ik niet meer. Jammer genoeg. De Kok met COZK. Lydia de Vos van Nimwegen, SCH-EEGH. Fledder, dubbel D. Heren, wat kan ik voor u doen? Kent u ene Oscar Andersen? Is Oscar ondeugend geweest? Wat kunt u ons over hem vertellen? Weinig. Ja, hij draait zich in 1000 bochten om te voorkomen dat iemand ook maar iets over hem te weten komt. Enig idee waarvan hij leeft? Gescharrel met een beschaafde babbel, dunkt mij. Maar hij is heel charmant en voorkomend. Daardoor raken vrouwen nog wel eens in een vrijgevige bui. Hoe heeft u hem leren kennen? Ik had een advertentie gezet en daar heeft hij op gereageerd. En toen raakt u ook in een vrijgevige bui? Ach, knul. Relaties, het blijft gemodder. Maar ik vind hem amusant en hij heeft hele goede manieren. En iemand slooft zich weer eens voor je uit. Maar waarom wilt u dit allemaal weten?
Wanneer hebt u Oscar Andersen voor het laatst gezien? Dat zal een week geleden geweest zijn. Oscar, met Lydia. Zonder tegenbericht zie ik jou woensdag op het Amstelveld om 1 uur. Groetjes, Lydia. Wanneer hebt u Oscar voor het laatst gezien? Vanmiddag om 1 uur. Op het Amstelveld? Op het Amstelveld. Maar ik ben na hooguit 1 minuut weer opgestapt. Er viel helemaal geen gesprek met hem te voeren. Hij was straalbezopen. Er kwam geen fatsoenlijk woord meer uit. Mevrouw de Vos, waarom sprak u daarnet niet de waarheid? Is dat omdat u wist dat Oscar Andersen bepaald niet bezopen was? Maar stervende? Stervende? Oh, dat geloof ik niet. Oscar is dood? Ik moet u verzoeken hier te blijven. Weet je nou al iets van een kluisje? Nee. Banken benaderen moet met een nota RC met een handtekening van Buitendam. Doe dat dan. Dat heb ik al gedaan, maar Buitendam heeft het te druk. Zeg het eens, de kok. Waarom heb ik een handtekening nodig voor het zoeken naar een bankkluisje? Omdat het zo geregeld is. Ja, vroeger was het niet zo geregeld. Waarom is het nu wel zo geregeld? Omdat men blijkbaar vond dat het zo geregeld moest worden. U heeft het niet eens gelezen? De ruitenkok. De derde dame, Eline de Geer. Ze is en blijft thuis, zegt ze. Griep. Dan maar visite rijden. Dik! Hebben we haast? We hadden begrepen dat u ziek was, mevrouw de Geer. Ja, ik was grieperig. Gisteren was het nog erger. Ik durfde de straat nog niet op. Wat kan ik voor u doen? Maar wij willen graag nadere informatie over ene Oscar Andersen. Kent u die? Nou, en of we die kennen. Mijn zoon heeft een hekel aan Oscar. Oh ja? Helemaal niet. Ik heb alleen een hekel aan de manier waarop jij hem adoreert. Sander, niet zo overdrijven. Mam, ik zeg het alleen maar voor als zo'n kerel weer aftuft, want dan zak jij meteen in de treurnis. Allemaal thee? Hoe hebt u meneer Andersen leren kennen? Ik had een contactadvertentie geplaatst. Voor haar. Zodat mijn oude moeder niet zou vereenzamen. Sander. Hè? Neem dan maar lekker een pilletje van eentje, ga je echt niet dood. Ik ben er vandoor. Heren? Ja. Hij bemoedigt mij meer dan ik hem. Dat is mooi. Vindt u? Het is een opdracht voor een nieuwe muziekschool. Kunt u ons wat meer vertellen over Oscar Andersen? Hij komt en hij gaat. Dat is altijd erg leuk. Maar waarom wilt u dat weten? Oscar Andersen is vandaag overleden. Mogelijk heeft iemand daar de hand in gehad. Ach, Jezus. Ga helemaal nog aan toe. Oscar. Vandaag? En Sander en ik zijn de hele dag samen thuis geweest. Waarom zegt u dat? Ik bedoel, ze hadden ons toch kunnen bellen? Wie? Eigenlijk niemand. Weet u wat Andersen voor de kost deed? Iets in zaken. Deed hij wel eens zakelijke dingen voor u? Een enkel dingetje. Ik ben helemaal niet zakelijk. Cijfers, daar begrijp ik niks van. Oscar wel. Ik dacht dat je al weg was. Nee. Waar is dat voor? Dit is een hoedendoos. Bijna niemand draagt nog een hoed, maar op school leren wij wel hoe iedereen moet maken.
Dus u belt maar. Ja, Jurken? Ja, ik zit op de modeacademie. Morgen examen. Dag. Dag. Ja. Oh. Dankjewel. Er woont geen Oscar Andersen in een pension. Prinses bevolkingsregister doorgespit. Er woont überhaupt geen Oscar Andersen in Amsterdam. Hier, mevrouw Koster is net even een boodschap doen. Sorry, ik moet zo naar mijn werk, dus ik even door. Lastige werktijden? Nieuwe thermostaten voor het verwarmingssysteem van het Tropenmuseum. Dus ik kan er alleen maar terecht als iedereen weg is. Ja, hier ook lijkt het wel, hè? Dus je hebt weinig contact met de andere bewoners, zoals Oscar Andersen bijvoorbeeld? Ik heb van niemand last. Nee, ik lieg. Toevallig gisteravond kwam er wat herrie uit zijn kamer. Wat voor herrie? Een jonge gozer, blond. Ik kwam net uit de badkamer, toen zag ik hem. Ik kwam voor Andersen. En toen? Toen? Niks. Een beetje herrie. Het was voor het eerst dat ik juffrouw Koster kwaad heb gehoord. Ik kwam niet in slaap. Kwaad op die jongen? Nee, die moest hem al weggeloven. Op Andersen. Ik hoorde ruzie. Waarover? Juffrouw Koster, dat mag ook wel in de krant, hè, dat u iets vergeet. Dat gebeurt bijna nooit. Heren. Goedenavond. Dag. Juffrouw Koster, hoe zit het dan met die naam van Oscar Andersen? Die kunnen we nergens vinden. Nergens ene Oscar Andersen. Ik weet niet beter dan dat hij zo heette. Niet een of andere schuilnaam of zo? Nee. Hebt u meneer Anders hier wel eens ruzie horen maken? Oscar en ruzie? Ik kan me niet voorstellen. Goedenavond. Ja, ik begrijp het. U moet wel aan het werk. Goedenavond. Goedenavond. Waarom liegt ze over die ruzie? Omdat ze een keurige pensioenhoudster is, die de privacy van de gasten respecteert. Geloof je het zelf? De jongen gisteravond, dat was Sander de Geer. Dat zou kunnen. En als je weet waar Oscar woonde, weet je misschien ook hoe die heette. Sander op laten halen. Nee, niet je kin omhoog, je kruin omhoog. Denk aan je voeten, hou ze recht. Goed zo. Rugklachten worden voor 90% veroorzaakt door een verkeerde houding, keizer. Middag. Middag. Een beetje last van mijn rug. Ja, heel Amsterdam geen kluisje van Oscar Andersen te vinden. Doorzoeken er maar. Kijk even bij de rubriek beveiligingsdiensten. Die hebben soms ook van die kluisjes. En check de vingerafdrukken van het slachtoffer. Het slachtoffer is door gif om het leven gekomen. Moet zo'n 1 à 1,5 uur voor zijn overlijden zijn toegediend. 1 à 1,5 uur? Is het nog zo lang geduurd? Precies. Zo snel is dat gegaan, ja. Het werkt eerst als een soort verdoving. Dat zijn alle gegevens. Jouw houding is trouwens ook niet correct, Fledder. Meer dan een uur. Dat betekent dat iemand geweest moet zijn voor Lydia. Lydia met de chique achternaam valt af? Ja, stuur me naar huis. Sander de Geer is niet bereikbaar. Maar we weten intussen wel wie er op dat terras werkte voordat die serveerster met de dienst begon. Goed. Dan gaan we naar morgenochtend als eerste naartoe. Hij weet helemaal niks zeker. Hij denkt dat hij Lydia aan het tafeltje bij Oscar heeft gezien. Rond een uur of één. En daarvoor iemand anders? Ja, een vrouw met een hoofddoekje en een zonnebril. Maar hij zou haar niet meer herkennen. Kijk eens wie we daar hebben. Vraag eens aan die ober of je haar herkent. Goedemorgen, mevrouw Van Eyck. Meneer de Kok. Al vroeg op pad. Ik moest er de hele nacht aan denken dat Oscar hier gisteren... Vindt u het gek dat ik gekomen ben? Waarom zou ik? Nou, dat u denkt, wat een ongezonde nieuwsgierigheid. Nee hoor.
Ik heb hier nog wel gezeten met Oscar. U kwam hier graag? Ja, met hem kwam ik hier graag. Verder kwam ik bijna nergens. In mijn eentje, dat kan ik niet zo goed. Ik begrijp het. Ik heb een advertentie gezet. Een advertentie? Overlijdensadvertentie. Malle. Drie woorden maar. Dag Oscar en daaronder Jet. Nou, het is onzin, want niemand weet wie ik ben, maar... Het is ook begonnen met een advertentie, dus... De ober zou het echt niet weten of je Jetje gisteren heeft gezien. Toch maar een alibi checken. Waar was je dinsdagavond, eergisteren? Thuis. De hele avond? Ja. Je bent ergens anders gesignaleerd. In dat pension. Waarom zeg je dat niet meteen? Ja, de politie stelt vragen over iemand die woensdag overlijdt... en daar heb jij dinsdagavond ruzie mee gehad. Zou jij daarmee te koop lopen? Nee, niet als ik hem vermoord had, nee. Kom op, zeg. Mag je niet ruzie over? Mijn moeder die gaat eraan onderdoor. Waaraan? De teleurstelling. De teleurstelling dat het weer niet om haar begonnen is. Dat ze weer alleen maar gebruikt wordt. Het ging die vent alleen maar om de poen. Hoe wist je waar Oscar woonde? Ik heb voor een rechercheurtje gespeeld. Ik heb hem een paar dagen geschaduwd. En? Ik kwam achter zijn adres. En ik ben er ook achtergekomen dat hij naast mijn moeder nog een paar vriendinnen had. En dat heb ik hem dinsdagavond eens flink onder zijn neus gegeven. En toen? Ja, de ziekte in. Maar hij zou zijn leven beteren. En toen ben ik thuis die hoed af gaan maken. Die gozer haalt wat achter. Ze houden allemaal iets achter. Waarom adverteer jij niet eens voor een leuke vrouw? Ja, waarom niet, Dick? Heb je toch niet nodig, mannen? Nou, daar kon je wel eens gelijk in hebben. Hij is het type niet, hè? Dank je. Echte huwelijkszwendelaars, daar gaan wijven elke keer opnieuw voor door de knieën. Maar die vrouwen van hem krijgen alleen maar de ziekte niet. Enorm bedankt. Drink wat van me. Graag. Kijk, die twee vrouwen daar, hè? Die gaan al 3 jaar lang met diezelfde man. En allebei intens gelukkig met één en dezelfde man die steeds heen en weer pendelde. En ze wisten van niks? Ja, dat beweren ze. Doordat hij bij ze wegging en het uitkwam. Ja, toen konden ze zijn bloed wel drinken. En nu zijn er dikke vriendinnen geworden. Geen grote razernij dan van een afgewezen vrouw. Shakespeare. Geloof ik. Het alibi van Jet van Eyck rammelt. Het hield toch al niet over, want het alibi is de moeder. En die blijkt nu ook nog eens dement te zijn. Die heeft echt geen idee van wat ze uitkomt. En dan nog iets. Kijk eens waar Jetje werkt. Dick. Jetje ophalen. Jetje ophalen. Mijn moeder is wel eens wat in de war. Dat is erg genoeg. Waarom heeft u dat verzwegen? Moet ik dat dan steeds rondbezuinen? Wel als het om een alibi gaat. Een alibi? Een alibi is toch voor misdadigers en zo? Misschien bent u dat wel. Nou, dat is ook wat moois. U werkt halve dagen, nietwaar? Waar? Apotheek Lorenz. Dus u hebt vrije toegang tot medicijnen en gifstoffen? Ik heb Oscar niet vergiftigd. Dat zou ik graag willen geloven. Iemand heeft me voor Oscar gewaarschuwd. Gewaarschuwd? Dat hij allemaal vriendinnen had en dat hij van allemaal geld leende. Ik kon het eerst niet geloven. Wie was dat? Sander de Geer. En toen? Toen niks. Hij kwam me waarschuwen. Ja, ja. Zorgt er nu iemand voor die moeder? Maar dan moet u verzoeken om hier te blijven. Niet. Bedankt. Motief, geen alibi. Gif voor het grijpen. En de volgende dag terug op de plaats van de moord. Terug naar de plaats van de moord doen ze alleen in films en in boeken. Er is nog steeds geen kluisje op de naam van Andersen.
heeft geen strafblad en zijn vingerafdrukken zijn ook niet bekend in het archief. En dus nog steeds geen officiële naam. Maar waarom heeft Sander niet gezegd dat hij bij Jetjes langs geweest? Laten we hem maar eens verrassen. Ik wil zijn moeder ook nog even spreken. We zouden graag eerst even alleen met je moeder willen spreken. Oh, mij weet. Excuses, mevrouw de Geerde, we zullen ook op binnenvallen. Alles goed met de griep? Dat gaat wel. Wat hebben ze dan voor tegenwoordig? Hoe dat allemaal heet, weet ik niet. Aan de daad moeten zien zijn ze gisteren gehaald met de apotheek. Maar die was toch allebei niet de deur uit geweest? Heb ik dat gezegd? Dat hebt u gezegd. Dat is vast de griep geweest. Tuurlijk. Maar wie is nou naar de apotheek geweest? Apotheek? Om dit op te halen. Ja. Ja. Het is moeilijk kiezen. Want als u zegt ik ben gegaan, dan was u ook niet te ziek om Oscar op te zoeken. En als u zegt dat uw zoon is geweest, dan vragen wij ons af waarom heeft u tegen ons gelogen? Dat maakt hem verdacht. Denkt u nog maar eens goed over na. Ik wil hem nu graag even met uw zoon praten. Jij hebt informatie achtergehouden. Jullie hebben niet overal naar gevraagd. Wat is jouw relatie met Jet van Eyck? Daar ben ik één keer op bezoek geweest. Vorige week donderdag. Ik heb haar verteld dat Oscar er diverse vriendinnen op nahield, dus dat zij niet de enige was. Goed. Dan nu over het alibi van jou en je moeder gisteren. Wie heeft de medicijnen opgehaald bij de apotheek? Mijn moeder. Ja. Ik was de halve dag de stad in voor juwelen en accessoires. Of je hebt een van je eigen jurk aangetrokken. Een hoofddoekje erbij, pruikje, vergif meegenomen en zo bij het tafeltje van Oscar aangeschoven om 11:30. Normaal. Het gif zou je gekregen kunnen hebben van Jet. Die werkt in de apotheek. Jullie zijn echt goed bij je hoofd. Zullen we het daar op het bureau over hebben? Ik ben bij nog iemand langs geweest vorige week. Druk, druk, druk. Oscar had veel vriendinnen. Wie? Lydia de Vos van Nimwegen. Lydia, ook ben weer ophalen. De kok? Er is iets heel vreemds met die telefoon van Andersen. Wat? Er is net gebeld door een notaris en die vroeg naar Harry de Bruin. Verkeerd verbonden? Nee, het ging over een schenking van een pand. Harry had gisterochtend gebeld dat het op stellensprong geregeld moest worden. Maar Harry is gisteren niet opkomen dagen. Dus volgens mij zijn Harry de Bruin en Oscar Andersen één en dezelfde man. Kluisje zoeken? Moet je nou weer storen? Blijkbaar vond men dat het zo geregeld moest worden. Spijt me dat ik het zeggen moet. Ik vind het slecht geregeld. Wat? U leest het niet eens. Het is toch voor Harry de Bruin? Ja. Je zoekt toch zijn financiële administratie? Ja. Dacht jij dat ik niet wist waar ik voor tekende? Ja. Nee. Ik ben niet achterlijk. Middag, Jochems. Daar zijn we weer. Goedemiddag, mevrouw de Vos van Nimwegen. Waarom hebt u ons niet verteld dat Sander vorige week donderdag bij u was? Omdat jullie dat niet gevraagd hebben. Krijgen we meer klachten over de laatste tijd? Ik was bijvoorbeeld zondagmiddag bij hem thuis. Bij die kwijnende Eline. En die fletse Jet was er ook bij. Bij Sander? Waarom? Dat had hij bedacht. Een soort vergadering van de slachtoffers van Oscar. Niet onvermakelijk. Waarom vertelde u dat nu pas?
Die zondagmiddag hebben ze allemaal verzwegen. We zetten het hele kwartet bij elkaar. De kok, mag ik een handtekening? Onkostendeclaratie, recherche. Ik mis trouwens een paar ondertekende blanco nota RC-formulieren. Mocht je ze vinden, dan weet je wat je ermee moet doen. Zeker, commissaris. Heel goed, commissaris. Kok, ik heb hier de papieren uit het kluisje van Harry de Bruin. Hij was niet bepaald onbemiddeld, hij had zelfs een pandje. Waar? Harry de Bruin was de eigenaar van het pension. Al 5 jaar. Dus de huisbaas van Ans. Ga Ans maar ophalen. Kan er ook nog wel bij. De kok, wat anders. Kijk eens wie er getrouwd zijn geweest. Wie is eigenlijk uw huisbaas? Huisbaas? Eigenaar van het pand. Zou ik niet weten. Wij hebben een naam doorgekregen, Harry de Bruin. Zegt u dat wat? Ja. Harry de Bruin was de echte naam van Oscar Anders, hè? Ja. Hij betaalde geen kostgeld en ik betaalde geen huur en ik hield mijn kop over zijn naam. En waarom moest dat? Dat weet ik niet. Vond hij geweldig. Dat hij zomaar kon verdwijnen. En voor die wijven dat hij onvindbaar was. Repelsteeltje. Harry was net repelsteeltje. U had dinsdagavond ruzie met Harry? Omdat ik hem Harry noemde. Dat mocht nooit, niemand mocht het weten. Die naam Harry de Bruin zijn we nog een keer tegengekomen. Ook in verband met u. Ja. Ik ben met hem getrouwd geweest. Harry en ik waren getrouwd. Net geen 4 maanden. Regelrecht van het ziekenhuis, zo naar het huis. Verpleegster trouwt patiënt. Huwelijk mislukt. En na de scheiding stond mijn pand ineens op zijn naam. Maar u bent toch bij elkaar blijven wonen. U beneden in de keuken. En uw ex boven in de mooiste kamer. Vinden jullie gek, hè? Maar hij heeft... Hij had me nodig. Hij bleef graag in de buurt. Dat had wel wat. Niet altijd, maar ik had er vrede mee. Ik zorgde graag voor hem, maakte iedere dag zijn eten. Was u niet jaloers? Al die vrouwen deden hem niks. En geen een wist van Harry zoals ik. Weet u dat zeker? Al die wijven, net grote kinderen die koppig in Sinterklaas blijven geloven. En nu? Nu? Zal ik mijn pension uit moeten? Ja, zonder Harry kom ik op straat te staan natuurlijk. Nee ja, pech gehad. Ik moet u vragen nog even hier te blijven en een verklaring te tekenen. Goed. Ik heb de afgelopen dagen genoeg leugens gehoord om u stuk voor stuk te laten vervolgen. Ik weet dat u elkaar afgelopen zondagmiddag ontmoet heeft. U hebt die middag toch bij elkaar gezeten? Maar hij had het bedacht. En daar mag je me nog steeds dankbaar voor zijn. Dankbaar? Oscar is dood. Dames, dames. Niet kibbelen. Ik heb verteld dat Oscar ze alle 3 tegelijk het hof maakte. En toen hebben jullie besloten om gezamenlijk om zeep te helpen. Kom zeg, zij wilde domweg hun geld terug. Jij wou het net zo goed terug, maak het een beetje. Wat voor geld? Hij had van ons allemaal geld geleend. En niet zo'n beetje ook. Onder allerlei valse voorwendsels. Daar ben ik nog steeds niet zo zeker van. Jij bent precies een struisvogel. Goed. Het was dus om het geld te doen. Sander zou het ultimatum overbrengen. Geld terug of we gaan naar de politie. Daar ben ik het nog steeds niet mee eens. Mam, hou er nou over op. Dit was de afspraak. We waren veel te hard voor Oscar. Nou, zondag piepte je wel anders. Keno Hasselaar was er niks bij. Maar jij hebt woensdag die zaak met Oscar ook niet bepaald lekker afgehandeld. Vandaar uw boodschap op de voicemail? Ik ben erin geluisterd. Ik ben bang dat ik een van de aanwezigen hier onderschat heb.
Hoe ging dat in zijn kamer? Hij koos eigen voor zijn geld. Hij zei, morgen heb ik dat geld en dan pak ik voorgoed mijn biezen. Dan ben ik weg hier uit mijn pensionnetje. En dat geloofde u? 100%. We hebben hem voorgoed weggejaagd. Moet u nou eens kijken. Zo reageren bezwendelde vrouwen. Ik voel me helemaal niet bezwendeld. Smeken gewoon om opgelicht te worden. Dat geldt niet voor u? Uit uw reacties blijkt dat niemand van uw moord uitsluit door een van de anderen. Oh, dus nou heb ik het gedaan. Maar ik heb toch open kaart met u gespeeld? Maar aangezien u allemaal die bijeenkomst van zondagmiddag verzwegen hebt, is er de mogelijkheid dat u de moord gezamenlijk beraamd hebt. Ik samen met die twee burgertrutten? Dat is een belediging. Voor Oscar zijn jullie een belediging. Hij gaf alleen om mij. Hij heeft alleen om mij gegeven. Alleen om mij. U zult nog even moeten blijven, vrees ik. Die ruzie tussen Sander en Harry. Misschien wilde Sander dat pensioen zelf inpikken. Zo'n hoop geld waard. Breng jij snel die monteur uit het pensioen hier. Hebben die man echt niks verstaan. Zodra ik hem te pakken heb, meteen bij mij binnenbrengen. Zo, juffrouw Koster. Excuses voor het oponthoud. Zo, ik heb een lekker bakje koffie voor u meegebracht. Dank u wel. En dan kunt u gaan. Ik ben bang dat ik uw werk in de keuken aardig in de war heb geschopt, hè? Oh, dat valt wel mee. Nou, dag in dag uit koken voor al die gasten. Alles vooruit plannen. Nou, ik moet toch een hele zorg. Zaterdag is het alleen brood. Maar u komt natuurlijk heel verstandig in. Tuurlijk. Natuurlijk. Ben ik toch wel benieuwd wat u woensdag gedaan hebt met die biefstuk die over was. Er was helemaal geen biefstuk over. Maar je bent toch 's ochtends inkopen gaan doen? En toen kon u toch nog niet weten dat die avond Oscar of Harry niet zou mee eten. Dus moet er één te veel geweest zijn. Maar u hebt die ochtend iets anders gedaan. En dan moest u heel vroeg de deur vooruit. En daarom kon u niet wachten tot die monteur na zijn nachtarbeid naar beneden zou komen. En toen heeft u heel snel een ontbijtje voor zijn kamerdeur neergezet. Meneer Tollenhuizen. Zie toch dat ik in gesprek ben. Buiten wachten, ja? Die confrontatie met hem had ik u willen besparen. Hoezo? Hij heeft dinsdagavond het gesprek tussen u en Oscar afgeluisterd. Zo. U had een woordenwisseling. Hij wilde mijn pensioen aan die wijven geven. Mijn pensioen. Het gek is dat hij bij me weg wou, dat vond ik het ergste. Onverdraaglijk vond ik dat hij bij me weg wou. Niet eens naar bed geweest die nacht. Ik heb mijn ontbijt klaargezet voor alle gasten. Ik ben naar mijn oude ziekenhuis gegaan, daar wist ik de weg nog. Geef gepikt. En toen bent u naar het Amstelveld toegegaan? Maak dan koffie, René. Wat doe jij hier in godsnaam? We moeten nog even praten, Harry. Noem me geen Harry. Ook goed. Waarom wil je nou ineens weg? Omdat ik in de stront zit. De
kan ik je toch juist helpen? Ik heb je hulp niet nodig. Ik ben het zat. Dat gezorg en dat geredder van je. Maar als je problemen hebt, dan mag ik je toch wel helpen. Vind je alsjeblieft. Ik heb je niet meer nodig. Ik kan je niet meer gebruiken. En ik wil die bezorgde kop van jou niet meer zien. Begrijp dat dan. Andersen? Oscar. Ja. Hoe gaat het verder met ons? Het gaat niet verder met ons. Dag, Harry. Waarom verdacht je haar? Nou, ik verdacht er eerst helemaal niets. Maar ik heb 4 vrouwen verteld van de dood van Oscar. En Ans reageerde anders dan de rest. Ja. Die 3 anderen, die zijn een illusiearmer. Maar Ans, die is haar levensvervulling kwijt. Hij heeft me nodig. Dat was haar houvast. Wat ook uitspookt, uiteindelijk heeft hij mij nodig. Meer had ze niet. En dat moest hij plotseling niet meer. Geen grote razernij dan van een afgewezen vrouw. Shakespeare? Ja, klopt wel, ja. Oh.